Breda Nu. Je weet het meteen. Er wordt weer druk geplakt de afgelopen weken in Breda. Inmiddels zijn de plakboeken bijna gevuld met alle NAC-plaatjes. Om ook aan die laatste en nieuwste plaatjes te kunnen komen, organiseerde NAC een heuse ruilbeurs in de Cordial in het NAC-stadion. Is jouw boek al helemaal vol? Bijna wel. Zeg maar, de nieuwe kaartjes die hebben we alle drie al. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar de plaatjes die vanaf het begin al zijn. Allemaal. We hebben eigenlijk allemaal nu. Wie is jouw favoriete speler bij NAC dan? Sadiq Omar. En Manu Garcia. En Boos. Hoe is de opkomst? Vindt u het beter of is het gewoon goed verwacht? Nou, als je kijkt naar begin vorig jaar, toen was er bij je opkomst allemaal zoiets van wauw, dat is best veel. Maar het was vandaag nog veel overweldigender. Ik denk dat voor de kinderen gewoon een leuk feestje hier. En ik denk dat uiteindelijk iedereen straks een fantastisch gevuld allemaal heeft. Ik heb zelf een grote passie voor voetbal. Grote passie voor NAC. Zit ook elke thuiswedstrijd op de tribune. Dus wat dat betreft, is gewoon een ABC'tje. Fantastisch. Wat vind jij van de spaaractie, van de plaatjes? Ja, natuurlijk heel leuk. Het is een leuke actie om supporters dichter bij de club te halen natuurlijk. Het is gewoon heel leuk omdat je ziet al de kleine kinderen vandaag hoe blij ze zijn met de plaatjes. Spaar je zelf ook je eigen plaatje dan? Ik heb ze niet gespaard, maar we hebben wel een vol boek gekregen van NAC zelf. Dus wij hoefden niet te sparen, we hebben hem gelukkig gekregen. Iedereen is blij, zullen op de foto, een handtekeningetje hier en veel lachende gezichten. En dat is over het algemeen goed natuurlijk. Breda Nu. Je weet het meteen.